Dirk, bekend van het programma Merit at First Sight, MAFS, lijkt opnieuw moeite te hebben met het vinden van liefde. Na zijn gestrande huwelijk met Anneke leek hij een nieuwe relatie te hebben met schrijfster Patty Harpenau. Patty onthulde tegenover Story een prille relatie, maar nu twijfelt ze volgens de Telegraaf. Patty heeft contact opgenomen met de Telegraaf en ontkracht de beweringen over een relatie met Dirk. Ze zegt: Dat is onzin. We hebben elkaar twee keer gezien. We zijn twee keer uit eten geweest omdat ik hem zelf heb benaderd. Zo van, ik ben een lifestyle coach, misschien kan ik jou nog een beetje coachen, want ik zie dat jij er doorheen zit, Dirk bevestigt dat er geen relatie is. Hoewel Patty nu ontkent dat er een relatie is, sluit ze niet uit dat het in de toekomst zou kunnen gebeuren, gezien de goede chemie tussen hen. Jordi van de Telegraaf merkt op dat Patty tegen Story wel sprak over een prille relatie, maar er is geen verklaring voor deze tegenstrijdigheid. Het lijkt erop dat Dirk opnieuw teleurstelling ervaart, vergelijkbaar met zijn eerdere ervaring met Anneke. En het kan ook zijn dat Dirk het ontkent vanwege de geheimhoudingsregels als deelnemer van MAFS.